Het is weer eens zover. 33 graden in de schaduw. Nou, dat is voor Bassie te warm, dus ik ga niet zoeken. Maar wat ga ik wel doen? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En jullie zien het al, we staan binnen en ik heb geen zoekkleren aan. Het is 33 graden buiten. Eergisteren lag ik nog met 39 graden koorts op bed. En ik vind het allemaal even gescheten. Maar het is ondertussen ook bijna 3 weken geleden dat ik een video heb opgenomen. Dus het leek mij wel een goed idee. Ik heb hier Donnie bij me. Donnie is een totale noob. Hij weet niets van metaaldetectie. Ja, hij weet dat ik het doe. Ja. Hij weet niet hoe die aan moet. Hij weet niet hoe die moet. Hij weet niks. Laat staan dat hij wat weet van vondsten. Dus we staan nu voor mijn vitrinekast. En ik ga straks dingen eruit halen. En dan ga ik aan Donnie vragen of hij ze wil determineren. En dan ga ik kijken hoe dicht iemand die totaal helemaal niet bekend is met de hobby, hoe dicht die bij de waarheid zit. Mits ik de determinatie natuurlijk goed heb gedaan. Maar hoeveel kennis heeft een gemiddeld jongeman van 13 jaar van geschiedenis op het moment dat hij zich totaal niet bezighoudt met metaaldetectie of bodemvondsten of geschiedenis? Hoe gaat dat in zijn hoofd rond? Lijkt mij leuk. Misschien wel niet, maar het lijkt mij wel leuk. Dus dat gaan we nu opnemen. Nou, Don. Ja. Dan staan we voor een kast vol raadsels. Ja. Nou, er zitten wel dingen tussen waarvan je wel weet wat het is. Misschien. Misschien. Misschien wel, misschien niet. Maar we gaan met de eerste vondst beginnen. Ik denk dat we een beetje makkelijk gaan beginnen. Wat zal dit zijn? Dit? Ja. Wat denk jij dat het is? Pen, waar je pen in kan doen. Een pen? Ja. Nou ja, op zich zit je er niet heel ver naast. Zo kan je het zo schrijven. Ja. Zoiets, denk ik. Ja. Ja. Wat voor materiaal is het? Niet ijzer, maar het andere. Je kan er ook kettingen en ringen van kopen. Aluminium. Nee, dat andere. Ja, ik weet niet het zilver. Even. Ja, zilver. Nou, zilver, ja, ik had het andere in gedachten. Oh. Nou, het is zilver. Oké. Okay. Het is een naaldenkoker. Oh. Dus als je het dopje eraf haalt, dan kan je er naalden in doen. Oh. Voor neigerij. Ja. Maar je zat er niet zo heel ver vanaf. Ja, het kon ook een penhouder zijn. Het kon ook een penhouder of een potloodhouder zijn. Volgende. Ik ga het niet te moeilijk maken nog. Dit? Ja. Dit was speelgoed. Ja, ja, ja. Ja? Ja, dat is goed. Ja, het lijkt een beetje op die groene mannetjes, die soldaatjes. Ja. Weet je wie het is? Kijk eens goed. Willem II of zo? Dat weet ik niet. Nou, het was wel een groot man, maar het was niet Willem II. Het was Napoleon. Oh, Napoleon. Ken je Napoleon? Ja. Even kijken of die focust. Nou zeg. Het is Napoleon Bonaparte. En het is inderdaad een tin speugelsoldaatje. Nou, je doet het redelijk goed. Dus we gaan nog eventjes verder. Mooi. We gaan even kijken of het nog moeilijker kan. Tada! Tada. Bekijk hem maar even goed. Nou, ik denk zelf. Ja? Wat ik nu persoonlijk denk. Ja? Dit is bijvoorbeeld... Dit is als je de avondvierdaagse loopt, ja? Dat je hier zo'n badge hebt. Ja, maar denk je dat die voor de avondvierdaagse is? Nee, dat niet. Maar stel je voor je wint dat, dan is dit zo'n badge. Oké. Okay. Denk ik dan. En wat denk jij dat... Wat moet je doen om deze te krijgen? Als je opkijkt wat erop staat. Wat dan zie je erop staan? Kan je goed lezen. Voor... iets... Ik denk dat je dan een ridder mag zijn voor de koning of zo. Ja, het lijkt er een beetje op. De soldaten kregen deze die als ze mee hebben gedaan met de oorlog in Indië. En dit is wel koning Willem. Oh. En er staat hier aan de zijkant verkregen voor krijgsverrichtingen. Oh. Dus het was voor soldaten. Oh, nou, dicht in de buurt. Dicht in de buurt. Kijken of hij deze weet.
De meeste zoekers hebben er wel een gevonden en als ze er een vinden, dan weten ze ook eigenlijk wel meteen wat het is. Maar een niet-zoeker. Iemand die niet geïnteresseerd, of tenminste niet bekend is met de geschiedenis. Die zit ook geen gat in dus? Of is dit dan een gat? Nee, er zit geen gat in. Ja, dit is een lastige. Dat is een lastige, hè? Ja, dit is lastig. Om je draad van je naalden bij op te rollen of zo. Dat je hier je naald... Dus hier... de binnenkant van een klosje, denk je? Ja, zoiets. Ja, nou, logisch zou het kunnen. Ja. Maar dat is het niet. Oh. Ga een klein beetje... het is een spelletje. Oh, dit is dat kieselen of zo. Je hebt ook in de bordjesvorm. Alleen moet je eentje opgooien. Ja. En dan moet je er één pakken. Ja. En daarna moet je nog één opgooien en dan twee pakken. Ja. En als je iets heel goed gedaan hebt, dan zeg je als vader tegen je zoon, zeg je, jij bent echt een... topper. Ja, dat zeg ik ook wel eens. Maar als je bijvoorbeeld heel zwaar gewerkt hebt of wat dan ook, en dan zeg ik, nou, je bent echt... kerel. Een bikkel. Oh, een bikkel. Oh, ja. Dit ding heet een bikkel. Kijken of die deze weet. Ik denk het niet, maar... dit? Ja, wat is dat? Ja, je kan het naar elkaar toe drukken. Ik denk een soort ouderwetse pincet. Nou, het klinkt vrij logisch. Ja. Wat is het niet? Oh. Als ik zeg dat je het voorste gedeelte in je mond moet doen. Dit? Ja. Een beetje. Nee? Huh? Lepel? Je houdt hem zo voor je mond. Zo. En dan hou je hem hier aan vast. Hier? Ja, en dan hou je hem zo voor je mond. En dan doe je met je vinger... hou hem voor je mond. En dan doe je met je vinger doe je zo. Een fluit. Ja, een mondharp. Oh, een mondharp. Een mondharp. Wat de hel? Ja, dat weet ik echt niet. Dat is een muziekinstrument. Oh, joh. Gaaf. Op zich moet dit natuurlijk wel heel makkelijk zijn, zou je denken. Wat is dit? Het is een... Ga je erover nadenken? Ja, als je het weet, dan ga je erover nadenken. En moet je heel goed op het woord komen, maar... Het is waar je... cracker. Ja, cracker, koek. Ja, cracker, koek. Maar waarom ligt die daar in de kast? Omdat het heel oud is. Hoe oud denk je dat die is? Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus rond 1949, toch? Nee, 41. 40, 45. Ja, 40. En ik denk dat deze een beetje rond 43 is. Want in het begin van de oorlog waren we nog aan het ontwikkelen. Maar later kwamen de... Canadezen en de Engelsen en er kwamen wel meer vliegtuigen over en die gooiden blikken naar beneden en in die blikken zat voedsel. Voedsel voor de leger. Ja, of voor de mensen die geen voedsel hadden. Oh, ja. Dus dit zat geconserveerd in een blik en dat werd naar beneden gedumpt en daar kon je dus crackers uitpakken. Geinig. Zou je een stukje willen proeven? Nee. Waarom niet? Wow. Dat hapje wat eruit is, heb ik geproefd. Is goed, ik ga het proberen. Is dit groot genoeg, denk je? Vast wel. Vast wel, hè? Nou, een stukje koek van 70 jaar oud. Gertie, daddy. Oh, het is droog. Maar het is niet per se niet smaak aan, maar het is echt super droog. Waar proeft het naar? Gewoon cracker. Ja? Meel. Ja, toen ik het uit het blik haalde, ja, toen proefde het echt naar carboleum, naar teer. Ach, maar dan komt het zat allemaal in houtpulp om het droog te houden. Niet lekker. Nee, het is niet echt lekker, hè? Ik zou niet zeggen, nou jongens, ik wil even een krekje als ontbijt. Wil je misschien eerst even wat drinken voordat we verder gaan? Dat is goed. Ah. Nou, water is toch wel lekkerder dan. Er komt weer een mysterieus flesje uit de kast. Nou? Ja.
Dit is olie. Ja, dat klopt. Hatsikee. En dit komt ook in die tank misschien? Nee. Nee. Nou, zou het kapot van natuurlijk. Het komt wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is zo'n flesje olie natuurlijk. Ja, en waarom? Waarom? Weet ik niet. Maar hoe ik het zag is dat omdat het niet de luchtbellen niet heel snel gaan. Het is een beetje, het is wel vloeibaar, maar niet... Het is een beetje dikker. Ja, het is een beetje dikker. Maar zit er niks in het flesje dan? Ja, specerij of zo, zoiets, om het goed te houden of zo. Zoiets. Specerijen om het goed te houden. Nou, ja. Klinkt niet gek. Nee. Kijk eens goed. Ja, hier zit de kurk. Ja, kijk eens in het flesje. Kijk eens in het flesje. Wat zie je in het flesje? Lijkt op een munt. Ja, het lijkt op een munt, hè? Ja. Zouden het deze muntjes kunnen zijn? Nee, groter. Denk ik. Ah, eentje dan, hè. Misschien zijn er grote en kleine stukjes. Ja, het zou deze munt kunnen zijn inderdaad. Ja. Het zijn zinken muntjes. Oh. En die zijn kapot geknipt en in de olie gedaan. Hoezo dat? Ja. Ja, dat goed te houden? Daar heb ik mij ook de hele tijd afgevraagd. Oh. Totdat ik iemand tegenkwam en die wist het verhaal erachter. Oh. Want ik heb in de afgelopen 20 jaar nog nooit zoiets gevonden. Nee, snap ik. Het is huislijt. Mensen die kregen in de oorlog soms zink tekort. Ja. En toen dachten ze dat als ze zinken muntjes kapot knipten en in de olie lieten weken. Ja. En dan die olie op hun tong druppelden. Ja. Dat ze zink binnenkregen. Oh. En dat ze daardoor hun zink tekort aanvulden. Dus het is zelfgemaakte medicatie. Gaaf. Ja. En ik heb het gevonden met een metaaldetector. Omdat die zinken muntjes erin zaten. Anders had ik het natuurlijk niet gevonden. Nee. Het is gaaf. Ja. Ja. Zo ligt hier nog eens wat. Nou, het zou mij hoogst verbazen als hij dit zou weten. Maar. We gaan ze weer even. Nou. Oh, dit is... Het is zwaar, hè? Ja, dat is poeh. Zo, ik ga even zweten, hoor. Vooral met dit weer. Ja. Dit is lood. Ja, klopt. Ja. En ik gebruik het voor het vissen, bijvoorbeeld. Ja. Soms. Maar dit is met andere, denk ik, andere... hoe noem je dat? Andere bedoelingen. Ja, andere bedoelingen. Ja, dus het is geen vislood. Ja, het is lood. Ja, maar geen vislood. Nee. Zonder vis erachter. Wat zou het wel kunnen zijn? Het heeft met oorlog te maken, maar niet de Tweede Wereldoorlog. Het is ouder. Kogels. Ja. Maar niet voor in een pistool. Nee, voor in een... voor je hand. Voor je hand? Ja. Zou gooien. Ja. Zou kunnen. Zou kunnen. Maar... Ze lijken op slingerkogels. Dat klopt. Nee, ik weet al. Een, hoe noem je dat? Zo'n elastiek ding? Ja? Zo'n kattenpult? Kattenpult. Ja, nee. Oh. Ze zetten met z'n een stuk of 100 tegelijk in een zak of in een blikje. Ja. Tonnetje. Of in een potje van steen. Ja. En er zat heel veel kruid bij. Ja. En dan werd die gegooid. Ja. En dan ontplofte die. En doordat die ontplofte, gingen al die kogels heel hard uit elkaar springen. Oh. Dus het is een fragmentatiebom. Ja, maar fragmentatie, hoe kom ik daar nou weer bij? Rottenkogels heten ze. Zo. En ze worden over het algemeen in het noorden van het land het meest gevonden. Oh. Deze komen ook uit Groningen. Ah. Gaaf. De voorloper van de fragmentatiebom. Dus deze was voor de kanons, of dat niet? Nou, een beetje dezelfde tijd. Gaaf. Oké, we gaan door naar de laatste. Dan hebben we wel aardig wat kennis weer vergaard, Don. Dit is makkelijk. Ja? Hij zegt deze is makkelijk. Ja. Nou, dan wil ik het wel weten ook. Dat zie je hier aan die gleufjes. Ja? Hier, dit is zo'n een belletje. Een belletje? Een belletje. Ja. Maar ben je er dan? Nee, ik denk... vroeger had je van die... niet deurbellen waar die in kon klikken, maar die moest je uittrekken. En dan zat er een draadje aan. Ik denk dat dit hier iets mee te maken. Of wil jij aan je rendier natuurlijk? Aan je rendier? Ja, aan je rendier. Je zit wel heel dichtbij nu. Oh? Je zit heel dichtbij. Oh. Opschieten. Dit deed je aan je hond of je kat.
Nee, als je hem kwijt was. Aan je paard. Oh, aan je paard. Ja, tuurlijk. Maar ik wou even kijken of jij het niet, wist. Ja. Ja. Oh, einde video. Oh. Nou, dat was hem dan weer. Ja. Ik vond het erg leuk. Ik vond het ook leuk. Ik moet zeggen dat je het eigenlijk wel heel goed gedaan hebt. Zo zien we weer dat een noob soms heel anders kijkt of denkt als dat wij kijken of denken. Hou daar rekening mee als je op social media antwoord geeft op beginnende zoekers. Hou rekening mee dat niet iedere zoeker evengoed alles al van tevoren weet of op dezelfde manier naar vondsten kijkt als dat wij oude rotten doen. Dus wees lief voor elkaar. Zorg dat je altijd respect houdt naar de mensen die determinatie vragen. En wees behulpzaam. Dat is alleen maar leuk voor de hobby. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.